De donkere dagen voor Sinterklaas en Kerstmis zijn ook dit jaar weer lichte dagen voor het bedrijfsleven. Want als het gaat om cadeautjes kopen, zijn de mensen met geen kanon tegen te houden. In de warenhuizen en speelgoedzaken heeft Sinterklaas ook in 1971 weer voor miljoenen ingekocht. En het speelgoed komt niet meer alleen uit Nuremberg. Zo is Japan op de Nederlandse markt verschenen met popperig speelgoed. Dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zonder twijfel veel plezier zou kunnen bereiden. Zo wekte het onmiddellijk al de bijzondere interesse van verzamelaars. Die er evenals de kinderen de fraaiste poppenhuizen mee kunnen inrichten. Terwijl Sint nog niet vertrokken was, begon men al voorbereidingen te treffen voor het bezoek van de kerstman. Informatie bij het bedrijfsleven leerde ons dat ondanks alle sombere berichten over onze economie, de kooplust weer sterker is dan in 1970. En dat dienovereenkomstig de omzetten aanzienlijk hoger zullen zijn.